Welkom allemaal alweer bij de laatste aflevering van Door het Vasten en Bidden. In de serie waar we kijken naar verhalen uit ons geloof die vertellen hoe personen en volken door het vasten en bidden hun uitdagingen hebben overwonnen. En in deze laatste aflevering gaan we kijken naar het laatste of ene laatste stukje van de breking. Door het vasten en bidden hebben de rechtvaardigen, vromen en kruisdragers bewerkt dat zij hebben geleefd in bergen, wildernissen en holen der aarde, omwille van hun grote liefde voor Christus de koning. Met de rechtvaardigen, vromen en kruisdragers worden eigenlijk de monniken bedoeld. Mensen die hun hele leven hebben opgeofferd om met God te zijn, zonder enige afleiding van de wereld. Een monnik die dus alles heeft opgegeven. Alle plezier van de wereld, alle status die hij had kunnen krijgen, alle geld, alle uitjes, de vrienden, ook de familie die hij nauwelijks ziet. Allemaal uit vrije wil. Een monnik is niet verplicht om een monnik te worden. Een monnik biedt zichzelf aan om monnik te worden. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Blijkbaar is er iets dat veel mooier is, veel prachtiger is dan alles wat ik net heb opgenoemd. Want waarom zou je het anders doen? Vrijwillig. Wat is dan datgene wat blijkbaar zoveel mooier is, prachtiger is en ook zoveel waard om het leven hier op aarde achter te laten, de familie, de vrienden, om in holen te gaan leven, in woestijnen te gaan leven, in wildernissen? Wat maakt het dan? Daar ga ik samen met jullie naar kijken. En dat gaan we doen aan de hand van de volgende twee vragen te beantwoorden. Hoe wordt een persoon een monnik? En zijn monniken beter dan normale mensen die in de wereld leven en trouwen? En de tweede vraag is, hoe ziet het leven van de monnik eruit? En wat kunnen wij hiervan gaan leren? De allereerste vraag is, hoe wordt de persoon een monnik? Een monnik word je niet zomaar. Nogmaals, dat doe je zelf uit eigen vrije wil. En meestal de personen die zichzelf aanbieden om monnik te worden, die leven al het monnikleven voordat ze de klooster ingaan. Het klooster en het monnik worden zien ze meer als een fulltime dan eigenlijk baan wat ze daarvoor deden. Wat deed ze dan daarvoor of hoe ziet het monnikleven daar kort gezegd uit? Het is een leven uit eenzaamheid, maar niet uit negatieve zin. De personen houden ervan om alleen te zijn, om te mediteren, om na te denken, te reflecteren, zichzelf te confronteren. En in die eenzaamheid voelen ze zich eigenlijk helemaal niet eenzaam, want ze zijn met God. Daarbij houden ze ervan om te bidden. Want bidden is ook weer natuurlijk tijd met God. Ook een belangrijk onderdeel van het monnik zijn is het vasten. En het lezen in de boeken van de kerken. Om ook weer dichter bij God te komen. Dat is hoe het monnikleven eruit ziet. Dus een persoon die een monnik is, die leeft al in het leven, in de wereld, al op die manier. Veel bidden, veel alleen zijn, veel vasten, veel lezen. Alleen hij voelt zich een beetje afgeleid. Een beetje afgeleid van de wereld. Waardoor hij dus het klooster een plek ziet om zonder afleiding volkomen zich te focussen op God. Die tijd die de monnik besteedt voordat hij het klooster ingaat, voelt voor hem al zo mooi. Geeft al zoveel voldoening. Dat hij eigenlijk er nog meer van wilt. En wat doet diegene dan? Die zegt dan van hey, of die beseft, de wereld is alleen maar een afleiding om nog meer daarvan te kunnen proeven. Namelijk die liefde van God, waardoor diegene zich volmaakt voelt van binnen. Dat hij niks meer nodig heeft van de wereld en dan dus de stap maakt om het klooster in te gaan. Het monnik zijn kan je eigenlijk een beetje zien als een topsport. Het is op hoog niveau, net als topsporters dat ook doen. En daarvoor maken ze dus opofferingen. Opofferingen om niet te kunnen uitgaan zoals al hun vrienden dat doen. Omdat ze fit moeten blijven. Dat ze niet al het eten kunnen eten. Zodat ze ook weer fit moeten blijven. Omdat ze heel veel uren moeten maken. Soms 2 keer per dag intensief moeten sporten. En zo is hetzelfde als monnik. Dat is het verschil ook wat een monnik doet en een andere persoon die spiritueel leeft. Zometeen gaan we zien hoe dat niet per se beter is dan elkaar. Het leven van een monnik is geen uitvlucht van de wereld omdat je hebt gefaald. Omdat je, ja, ik kan toch niemand vinden om te trouwen of ik kan geen baan vinden of ik ben niet zo goed met mensen, dus ik word maar monnik. Nee,
Integendeel, een voorwaarde om het klooster in te kunnen gaan is dat je succes moet hebben gehad of nog steeds moet hebben in de wereld. Zodat als je kiest voor God en je leven volkomen daaraan toe te wijden, dan heb je ook alles opgeofferd wat je kan opofferen. En dan is het geen makkelijke uitweg. Want ondanks het geld dat je hebt, de status die je hebt bij je baan en je samenleving en je omgeving, omwille van dat kies je voor God. En dan weet je dat je liefde voor God ook oprecht is. En dat is daarom ook een voorwaarde om het klooster in te gaan. Je kan het eigenlijk vergelijken net als een relatie. Je gaat ook niet met iemand trouwen omdat je het gevoel hebt dat je eenzaam bent. Of omdat je iemand nodig hebt die voor je zorgt. Je trouwt met iemand omdat je van diegene houdt. En daarom wil je nog meer tijd met diegene besteden. Dat zijn oprechte intenties. Dus ook als je als monnik niet de oprechte intentie hebt om met God te zijn en het gebruikt als uitvlucht, dan ga je geen succes hebben. Hetzelfde geldt in een relatie. Als je niet in de relatie zit omdat je van diegene houdt, maar om een andere reden, dan gaat het heel moeilijk worden. Oké, zijn monniken dan beter dan normale mensen die in de wereld leven en trouwen? Het antwoord is nee. Want wat is het doel van het leven? Ons doel als christenen van het leven is om het eeuwige leven te bereiken. De plek, de hemel waar God aanwezig is. En allebei de wegen, zowel monnik als iemand die in de wereld leeft en getrouwd is, leiden tot het eeuwige leven. Daar is geen voorkeur voor de een boven de ander. We komen in de hemel door onze liefde te tonen aan God. Door hem te lofprijzen en onze naasten te liefhebben. Welke weg God dan wil dat wij bewandelen, daar heeft hij in 1 Korintiërs vers 17 tot en met 20 laten zien dat het voor elk persoon anders is. En dat voor elk persoon een bepaalde oproeping is. Voor de een misschien monnik en voor de ander niet. Laten we eens kijken. Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets. Maar het in acht nemen van de geboden van God. Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Een ander verhaal om te laten zien dat God geen voorkeur geeft voor diegene die maagdelijk leeft of getrouwd leeft, zien we aan het verhaal van de transfiguratie van Jezus op de berg. Jezus verscheen namelijk met twee personen, Elia en Mozes. De ene persoon, Mozes, was getrouwd en de andere persoon, Elia, was ongetrouwd en leefde als een maagd. En allebei waren ze heilig. Maar misschien ook interessant, ook de personen die met Jezus waren, zijn discipelen, Petrus, getrouwd, en Johannes, ongetrouwd en maagd. Zo zien we weer dat allebei heilig zijn voor God en niet per se de een belangrijk is dan de ander. Maar met allebei komen wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Het betekent niet dat, als monnik dan is het gratis toegang tot de hemel en voor getrouwd persoon niet. Of dat deze makkelijker is. Nee, met allebei komen een verantwoordelijkheid en allebei hebben hun uitdagingen. Om dit verhaal en antwoord af te ronden op de vraag, wil ik jullie een verhaal vertellen over één van de grote monniken die vroeger heeft geleefd. Het was een monnik die in de woestijn leefde en hij leefde heel lang in de woestijn zonder misschien maar een persoon te hebben gezien. En hij voelde zich heilig. Want kijk, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb al zoveel goeds gedaan, ik heb zoveel opgeofferd. Er is niet iemand beter als ik. Totdat een engel of hij een visioen kreeg van God die zei tegen hem van hey, ga eens naar de stad of naar het dorp en dan ga je zien dat twee vrouwen die getrouwd zijn veel heiliger leven als jij. Hij was verbaasd, hij dacht hoe kan dat? Wat deed hij? Hij ging naar het dorp, hij keek door het raam van het huis. Hij zag twee vrouwen die allebei hun kinderen waren aan het verzorgen en ze hielden van elkaar, ze waren godsvrezend en ze leefden in heiligheid en in vrede. Daarmee wil dus God ook weer aan ons laten zien van hey, de een is niet beter dan de ander. Het gaat om de liefde die we voor elkaar hebben en hoe we die uiten. En dat we ook weer ons aan de geboden houden zoals nederigheid.
Hoe ziet het leven dan van een monnik eruit? En wat kunnen wij daarvan leren en hoe kunnen wij dat toepassen in ons eigen leven? Zoals ik vertelde, leeft de monnik vrij eenzaam. Heel veel tijd met zichzelf. Eigenlijk niet met zichzelf, hij is continu met God bezig. En in die tijd met zichzelf is hij continu bezig met reflecteren. Hoe heb ik gehandeld? Was dat goed of was dat niet goed? Heb ik misschien iets slechts gedaan wat ik minder moet doen? Of iets goeds gedaan wat ik misschien meer moet doen? Hij is dus continu aan het nadenken hoe hij zichzelf kan verbeteren in de ogen van God. Omdat hij zoveel van God houdt en God vreest, wilt hij een beter persoon zijn. Want we zijn allemaal gemaakt in zijn evenbeeld, dus moeten ook handelen daarnaar. Maar dan kan je zeggen van ja, maar ik heb die tijd niet. Ik leef in de wereld en alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Nee, dan is het juist extra belangrijk dat je die tijd neemt om alleen te zijn. Om met jezelf te zitten en jezelf na te gaan. Juist omdat er zoveel prikkels zijn, juist omdat er zoveel gebeurt in onze dag, is het belangrijk om daarbij stil te staan. Anders kunnen we er niet van leren. Van, ja, wat heb ik nou allemaal meegemaakt? Hoe voel ik me daarbij? Heb ik iets kunnen veranderen? Lag het aan mij of lag het aan iemand anders? Kan ik er iets aan doen? Ja of nee? Het gevaar is dat wanneer wij dit niet doen, het nemen van de tijd voor onszelf om alleen te zijn in onze kamer, is dat we dan met de tijd meegaan, 5, 10, 15, 20 jaar verder, en dan zijn we verbaasd waarom we misschien niet gelukkig zijn of onze doelen niet hebben behaald. Ja, dat komt omdat we niet reflecteren of we op het juiste pad zitten. Door dat dagelijks wel te doen, dan kunnen we misschien bijsturen. Kunnen we misschien ons gedrag aanpassen, onze keuzes aanpassen, onze omgeving aanpassen. Maar als we continu omringd zijn met mensen en bezigheden van mensen en onze eigen bezigheden, ja, hoe kunnen we dan nog tijd vinden voor onszelf en na te gaan of we de juiste dingen nog doen of niet? Hoe kunnen we dit dan praktisch doen? Eigenlijk heel simpel. We beginnen met 10 minuten elke dag. En je raadt het misschien ook wel, vasten en bidden. Want door het vasten zeggen we eigenlijk weer nee, niet alleen tegen eten, maar ook tegen andere prikkels die van ons aandacht vragen. Zoals mensen, zoals bezigheden, video's. Daar zeggen we nee tegen en besteden we tijd met onszelf. Dat is moeilijk, maar dat is wel nodig. Willen wij verbeteren? Willen wij onze relatie met God versterken? Dus in het vasten en in het reflecteren bidden we ook tegelijkertijd om met God te praten. Eigenlijk als partner. Van hey, help mij God om helderheid te krijgen in de keuze die ik net heb begaan. Moet ik iets veranderen? Eveneens karakteriserend voor het leven van een monnik is het gebrek aan praten. Nee, ik zeg niet dat praten hiermee slecht is. In het geval van monniken, nogmaals, gebruiken ze die stilte om zichzelf na te gaan en te mediteren over God. En als ze praten, dan wordt het alleen maar gedaan als het nuttig is. Om God te lofprijzen en als ze dat doen met mensen, dan is het alleen nuttig om iets van elkaar bijvoorbeeld te leren of om elkaar feedback te geven. Uiteraard in ons dagelijks leven zijn we continu bezig met praten. Maar laten wij dit dus ook oefenen van misschien iets minder praten. En als we praten, laat het dan nuttig zijn. Want het gevaar is van te veel praten of te vaak mensen om ons heen, dat er grapjes worden gemaakt en soms verkeerde grappen worden gemaakt. Of dat we dan, omdat er wordt geroddeld, dat we dan automatisch geneigd zijn mee te gaan roddelen. Om dit te oefenen, dit vraagt natuurlijk zelfbeheersing. Ook weer door het vasten. Door het vasten van het eten in onze mond te stoppen, vasten we ook door wat we uit ons mond laten gaan. En dat we langer stilstaan bij, is dit woord wat ik nu ga zeggen nuttig of niet? Want voordat je het weet, komen er toch woorden uit, omdat we gezellig samen zitten, et cetera. Dus ook weer, dat is een oefening die wij kunnen leren van de monniken. Dat als we praten, dat we dan ook iets nuttigs vertellen. En anders zijn we dan ook stil. Zo bewaren we onze eigen rust, vallen we niet in de zonde en voorkomen we ook dat anderen niet in de zonde vallen, zodat zij misschien niet een verkeerd woord terug reageren of met informatie die wij hebben verteld zelf dan nog een keer
negatief gaan nadenken. Tot slot, we hebben geleerd van de monniken dat het leven met God blijkbaar zoveel teweeg brengt, zoveel geluk zorgt, dat het veel meer waard is om daar tijd aan te besteden dan alle bezigheden en alle succes en voordelen die komen kijken bij het leven hier op aarde. Het goede nieuws is dat het ook voor ons kan gelden. Hoe kunnen wij dat dan ervaren? Hoe kunnen we Gods liefde ervaren in ons leven, dat we zo voldaan voelen dat we eigenlijk niks meer missen? Wat ons eigenlijk tegenhoudt is onszelf. Wij zitten onszelf tegen in dus die liefde te kunnen ervaren van God. Wat is dat dan precies? Namelijk onze eigen wil. Onze eigen ego en lust die behoefte heeft om te eten, om plezier te hebben, om pijn te vermijden op de korte termijn. Wat is dan de oplossing of de medicijn? De medicijn is het vasten en het bidden. Door het vasten en bidden leren wij onze eigen ego opzij te zetten, onze eigen lusten daartegen nee te zeggen en te zeggen van hé, ik ga me focussen op God. Want door het vasten en bidden zeg je nee tegen jezelf, maak je plaats voor de wil van God. En als we dat kunnen leren door te oefenen, door te vasten en te bidden en onze eigen wil, onze eigen lust en ego opzij te zetten, gaan we zien dat God daarvoor in de plaats van gaat komen. En dat wij dus diezelfde liefde van God kunnen ervaren, waarmee we zoveel voldoening ervaren. Dat we niks meer nodig hebben en niks meer eigenlijk willen. Want we hebben alles al. Laten we dus in deze laatste dagen, en volgende week is het alweer leidingsweek, extra te oefenen, extra te lijden met Jezus. Om die liefde die Hij voor ons heeft te kunnen voelen en te kunnen ervaren. Ik wil afsluiten met het laatste stukje van de gebed van de breking. We hebben dus verhalen gezien hoe mensen, volken, uitdagingen hebben overwonnen door het vasten en bidden. Dus het is niet alleen een theorie. Nee, het is ook echt bewezen dat het vasten en bidden helpt en voor heel veel voordelen zorgt. Daarom eindig ik met het laatste stukje van het gebed van de breking. Laten ook wij vasten van iedere kwaad, met reinheid en rechtvaardigheid. En laten wij toetreden tot dit heilige offer en eraan deelnemen met dankbaarheid. Opdat met een rein hart, een verlichte ziel en gezicht, zonder schaamte, een oprecht geloof, een volmaakte liefde en een onwankelbaar hoop, wij het wagen met vrijmoedigheid en zonder vrees tot u te bidden. O God, Heilige Vader, die in de hemelen zijt. Dank jullie wel voor het kijken en we zien jullie na de Leidensweek, alvast een gezegende Leidensweek en een fijne Pasen.